Hallo allemaal en welkom bij Voetbalmanager 23. Ik ben Ruben en we zijn er weer hoor. Start van een heel nieuw seizoen, ja. En Voetbalmanager dacht: hé, wat is nou leuker hè? dan beginnen tegen NEC thuis? De belangrijkste wedstrijd van het jaar, gelijk bam! Als seizoensopener, waarom ook niet? Ja, die staat op het punt van beginnen die wedstrijd, speelschema. We pakken het er even bij. Thuis tegen NEC. Daarna hebben we de Conference League, de vierde kwalificatieronde tegen Brentford uit de. Ik dacht Premier League, maar drink eens even kijken waar ze spelen. En ze zijn afgelopen jaar gedegradeerd. Hmm. Nou, en hoe kan dat nou? Nou, als je de Carabou Cup wint. Cara, Carabou Cup. En die, dat hebben Brentford dus gedaan. Die hebben dus van Liverpool gewonnen in dat mooie bekertje. Krijg je dus. Deze kwalificatieronde ook voor de kiezen. Ja, helemaal schitterend. Dus wij moeten dat teampje gaan we spelen, maar dat doen we niet in deze aflevering, maar in de volgende. Maar ik dacht, ja, we moeten het er toch eens even over hebben. We beginnen thuis, gaan daarna uit. Ik weet het niet. Ik denk dat we veel makkelijker hadden kunnen loten maar ja, Vooruit. Uh, eerst hebben we NEC die. Uh, ja, die gaan we tegenkomen in de eredivisie natuurlijk nog niet begonnen. We hebben ook gelijk de openingswedstrijd van het seizoen. Waarom ook niet? Waarom ook niet? Seizoens vooruitblik. Ze verwachten dat wij zesde worden. Hmm. Ik denk dat we nog steeds gewoon weer mee kunnen dingen voor lekker ergens weer bij die top 4. Best of the rest. Best of the rest. Maar we gaan even terugkijken naar wat we allemaal hebben gedaan op de transfermarkt. Transfergeschiedenis. Het ziet er heel karig uit, maar dat is het niet. Uh, Passioniek is weggegaan. Vorig jaar gewoon niet helemaal. Ja, super gespeeld. 900.000 euro naar Braunschweig. Meulers zijn wederom verhuurd en nog een jong spelletje ook verkocht. Verder is recent erbij gekomen. David Harold, 20 jaar. Die hebben we voor een prikkie weg kunnen halen bij Bayern München. Nog geen 2 ton. Ik denk dat hij gewoon aardig Goed is. Waar zijn we nou? Transfergeschiedenis hier, David Harold. Hij is nog jong. Het is wel mijn, mijn tweede um, linker verdediger. Hij kan ook centraal staan. Dat is wel lekker. Hij heeft er denk ik ook wel het fysiek voor. Dus dat is ook mooi meegenomen. Maar David Harold. Dan hebben we als Teleen ook een beetje op links. Ook een beetje als centrale verdediger nog. Moes aan van Anderlecht. Is heel wat geld waard. Uh, er ging een heel groot gerucht dat, ik zal hem even opzoeken, Dijks weg zou gaan. Dijks zou weggaan. Ik had een bot van inderdaad 5 miljoen. Uh, staat er nog een paar van wie inderdaad? Ja, Burnley in Engeland. Maar dat wilde hij niet. Ik dacht mooi, en ik had een mooi dealtje gemaakt hè, 5 miljoen nu en nog een paar betalingen achteraf. Ik denk hoppatee, geld vangen voor die gozer. Hij is inmiddels 30, tijd om hem te vervangen. Hè? Dus uh, de verdediging is aardig breed in de selectie. Is aardig breed en dat is gewoon ook meer een backup uh, verhaal. Voor de rest hebben we wel een hoop nieuwe spelers erbij. Uh, dit hele lijstje van onder Savage is allemaal, zijn allemaal nieuwe namen. Sommige weten jullie, heb ik al verteld. We hebben hier Charlie Savage. Die heeft vorig jaar al met ons meegedaan. Hebben we voor een uh, prikje over kunnen nemen. Ik geloof 8 ton. En die is nu in ons team. Ook een beetje onze derde, vierde centrale middenvelder. Mochten we hem nodig hebben. En hij heeft vorig jaar aardig gepresteerd. Aardig gepresteerd. Hebben we ook al twee assists in de vriendschappelijke wedstrijden gegeven. Hartstikke mooi. Dan hebben we Gimba. Benedikt Gimba, centrale middenvelder. Vaste kracht wordt hij achterin. Een fysiek sterke man. Echt helemaal geweldig, denk ik. Ik denk dat echt een uh, hele fijne speler wordt. Ook gratis en voor niets overgekomen. En ze verwachten dat hij nou al zo'n 3,5 miljoen maart is. Nou, ik zeg helemaal super. Maar hij blijft bij ons hopelijk een paar jaar voetballen. Dan hebben we James Husband. Dat is zeg maar een... Uh, een Wat meer ervaren rot in het, in het veld. Hij is wel selectiespeler, maar hij wil eigenlijk gewoon als uh, ja, een beetje echt als backup, als, als, echt als tweede keuze. Wil die zijn en dat vind ik helemaal niet erg. Ja, ja helemaal niet erg. Ja, het is fijn om hem erbij te hebben. De wedering is aardig breed. Daar kunnen we, ja, het is niet de bedoeling natuurlijk, maar een aardige, een aardige selectie hebben we daar zo. En dan hebben we Matej Poelkrab, onze Tsjech. Dit is een spits. Die heeft sprongkracht. Heerlijk, heerlijk. Kan springen. Heel hoog. Is niet de allerlangste. Maar kan toch wel aardig uh, ver komen. Heeft het ook aardig gedaan in de voorbereidingen. Drie doelpunten, twee assist. Ik uh, ben benieuwd wat hij kan, deze man. En hij gaat natuurlijk uh, naast um, Baden staan, Frederiksen. Dan hebben we van FCM overgenomen. Ook gratis en voor niets. Ja, Waarom ook niet? Ricardo Sivkovic. Ja. Ik was er wel blij mee. Ik denk dat dit wel een beetje mijn, mijn derde keuze is. Hè? Mijn, eh, dat hij mag invallen, roteren. Kijken hoe hij het doet. Hè? Het wordt een be beetje de, de derde man voorin. En dat zijn alle spitsen wel. Want we hebben ook nog wel wat andere spelers die ook op die positie kunnen spelen. Dan hebben we Nathan. De Medina. Hij is wel geblesseerd. Hij is er een paar weken uit, helaas. Maar dit vind ik wel een hele fijne um, rechter verdediger. Ik vind het wel een, uh, een goede keuze. Kan met Arsis de concurrentiestrijd aangaan? Komt uit Kaapverdië. Ook altijd leuk. Ook altijd leuk. Ja, was ook gratis en voor niets. Het is wel de tweede keuze, maar ik, uh, ik zeg doen. Ik zeg doen. Dan hebben we Vindame. Dit vond ik wel echt een verrassing. Eerste, eerste klas. Dat hij naar mij toe wilde komen. Deze doelman hebben we ook gelijk voor zo lang mogelijk vastgelegd. Hij is nu 25 jaar. Ja, ik vind het een heerlijke, heerlijke man. Kom erop in mijn doel alsjeblieft. Voor de komende jaren is 25. Heeft dus de goede jaren als doelman zijnde nog te gaan. En hopelijk bij mij in het doel. Ja, onze scherpe, onze vorige doelman. Die is weer terug naar zijn clubje. Konden we voor echt een heel hoop bedrag overnemen. Maar ja, heb ik niet gedaan. Ik denk dat deze man echt een hele, hele verbetering gaat zijn. We zijn er bijna jongens. Daniel... Sinani, 26 jaar, vleugelspeler op rechts. Ook gewoon lekker om mee te kunnen roteren. Hij is echt niet verkeerd. Hij is snel, hij kan voorzetten. Hij kan dribbelen, hij kan ook nog schieten als het moet. Hij kan pasen. Helemaal geweldig. Helemaal geweldig. Ook gratis en voor niets. Ik vind het heerlijk dat we al die spelers gratis en voor niets hebben opgepakt. Claudio Wink is een Braziliaan. Is ook op rechts. En hij is helaas was die wel, hij is nog steeds geblesseerd. Is er ook nog wel even een paar weken uit, helaas. Maar dit is ook een, een goede optie voor op rechts. Ook eventueel als middenveld in te zetten, mochten we daar in paniek komen. En we hebben wel ervoor zorgd dat de selectie aardig breed is. En dan als laatste is het Telmo Arcanjo. Ik denk dat dit toch echt wel de verrassing is. En als deze man indruk kan maken, de sterren van de hemel kan spelen. En we hebben hem ook super lang vastgelegd. Ja. Dan hebben we daar of een heleboel plezier van. Of misschien wel over een uh, seizoen, of misschien wel twee. Verkopen we hem voor een hele slok geld. 11 miljoen, dat vind ik echt waanzinnig. Dat is voor, voor Vitesse begrippen ook een hele, heleboel geld. Daar kunnen we heel wat mee doen. Qua financiën zitten we redelijk, in, ja, redelijk dicht. We hebben nog maar 3 ton aan transferbudget. En nog ongeveer zo'n 700.000 euro, 750.000 euro aan salaris. Dus er zou nog een spelletje bij kunnen als we die. Voor heel weinig tot niets kunnen opkopen. Maar man, ik heb heel veel zin in het speelscherm. staat klaar. We moeten tegen NEC in de Eredivisie. Hoeveelste denken de kenners dat NEC gaat worden? Nou ja, toch tiende. Toch tiende. En nieuw in de Eredivisie dit jaar zijn... Ja, dat kan we even laten zien. Willem 2 is erbij. NAC is erbij. En Heracles Almelo. Weer terug op het hoogste niveau ik vind het hartstikke fantastisch. Ik heb ze er graag bij. Maar we hebben weer een nieuw seizoen ja, te gaan. Dus ik zou zeggen: we gaan aftrappen. Oh, spannend. Kom maar op. De selectie: Wink. Ja, die had ik opgesteld. Omdat hij nog. Uh... Ja, we hadden nog een lekker oefenpartijtje te gaan. Medina, jij mag verdrekken. Want ja, jij mag niet meedoen. Hetzelfde geldt voor meneer Wink. Dan hebben we nog op de reservebank zitten. We hebben meer blessures dan ik uh, ooit uh, heb gehad in een, in een heel seizoen afkloppen. Um, we schuiven alles een beetje. Nee, we laten alle even zo, want al die verdedigers moeten hier ook weer tussen. Ja, voor hetzelfde geld hebben we gewoon de bank. Berningstad zit op de bank. Donjoni en Arcanjo. Ja, dat zijn toch wel denk ik mijn beste middenvelders, als ik dat even zo, uh, zo hard op mag zeggen. Voor de rest, de nieuwe gezichten die spelen zijn... Doelman, dame, Gimbe in de verdediging... Arcangelo op het middenveld... Poelkrap in de aanval. En voor de rest zijn het allemaal vertrouwde gezichten. Helaas, helaas. Ja, er zitten wel aardig wat leuke gezichten bij nog op de bank. En die gaan ook zeker dit seizoen voorbij komen, hoor. Maak je geen zorgen. Sivkovic, Sini, Sinani... Jeetje, lekkere namen heb Ruben uitgekozen. Inderdaad. En natuurlijk hopen we en verwachten we van Frederiksen... dat hij gewoon hele mooie wedstrijden gaat neerzetten. Ik zeg, ga met die banaan. Krijgen we nog mooie vragen in de tunnel? Nee. Nee, koffietijd. Kijk eens aan. Trouwens, net Nederlands, die winnen van Qatar. Tja, wat ze er eens van zeggen, hè? Nou, dat was wel weer genoeg, hè? Oeh, we zijn groot favoriet. Nou, dat zijn we zeker. Gemotiveerd, kijk, allemaal gemotiveerd, jongens. Kom op. Het is de dag van de Derby. Ik vind het altijd mooi deze wedstrijden. Hoe erg gaat je team vandaag missen? Uh, een uitdaging, maar we hebben een goede back-up hoor. Oh. is het uh, toppertje. Ja, gaat over de derby. Nou, daar gaan we dan. Nou, het zit aardig vol met Gelderdoom. Ja. Ze hadden het wel gezegd, een uitverkocht huis. Dus uh, ik ben er wel blij mee. Ook goed voor de kaartomzet. Zien we hier nog verrassingen. Sillissen nog altijd, Schöne nog altijd. Kijk eens aan Eredivisie, Nog een hele schone lei. Hopelijk eindigen we niet op de 17e plaats. Nou, ik denk ook niet dat we er dan bij zijn hoor. Als we 17 staan aan het einde, dan zijn we al lang en breed ontslagen. Wat echt wel kan in het spel. We kunnen eruit geknikkerd worden. Maar de officiële doelstelling is nog altijd uh, het halen van de vierde ronde. Van de qualifying Van de Conference League. Nou, die hebben we dus als check. Lekker balletje. Arsers houden we wel binnen. En um, in de tophalf van de Eredivisie, dus 9 of hoger, krijgen we gelijk een hoogtepunt. Nee, dat is niet, helaas. Maar we zitten er wel gelijk bovenop. In de beker hebben we wederom geen doelstelling, dat vind ik wel lekker. Houdt in dat het niet al te belangrijk gaat zijn wat we in de beker doen. Maar het is natuurlijk wel leuk om verder te komen dan de vorige keer. En geen blamage te hebben bij van Cambuur verliest. We hadden die wel een heel goed seizoen vorig jaar. Goed om te zien dat er arme mensen in het stadion zitten. Hopelijk blijft dat ook het hele jaar zo. Silles aan de bal. Ja, de doelstelling wordt gewoon weer bij die top 9 komen. Al denk ik dat hoger eindigen en wederom Europees voetbal volgend jaar wel weer ja, te doen is. Hoor. Het, is wel weer, het moet wel weer te doen zijn met dit team. Het verbeterde, bredere elftal van ons op het moment. Baden dan, oftewel Frederiksen, vindt Poelkrap voor de eerste echte kans. En hij zit er bijna in, ook nog Sillis met de renning maar Poelkrap. Goede poging. Duimpje omhoog van de trainer. Duimpje omhoog van de trainer. Eerste hoekschop. Oh, dat had allemaal kunnen wezen, jongens. Dat had allemaal kunnen wezen. Arkanjo met de corner. Oh, gelijk hartslag 300. Komt voor Frederiksen niet. En dan krijgen wij zo meteen de ingooi, denk ik. Goed verdedigd van NEC. Bal over de zijlijn. We gaan gewoon door. Don Johnny met Dijks. goede voorzet, Frederixse dan, Arcanjo met het schot. Oh, oh, oh. Dat was hem toch bijna weer. geweest. al twee grote mogelijkheden voor ons. Zo vroeg in de wedstrijd. Ja, NEC maakt de nat. maakt de nat. Dan gaat het hoogtepunt nog steeds door. Is het Fike? En die gaat het wel uit. De... Oh, gelukkig. Goed verdedigd, goed verdedigd. Oh, als twee snelle schoten op doel. Allemaal goede kansen. Buiting met de vrije trap. In één keer. School wordt geblokt. En we krijgen een, een corner. We hebben aardig wat vrije trapnemers die het aardig kunnen. Dat is ook wel mooi. Wederom de hoekschop. Buiting met de hoekschop. Vinden we iemand? Poelkrap? Nee. Acancio ook bijna met de kopbal. Kan er net niet aan. Don Joni. Meest verkochte shirt vorig jaar. Ja, dat had ik had het ook niet verwacht. Buitingtam, niet buitenspel. spel, buiten nog altijd met het schot en die gaat over. Ja, helaas. Doeltrap. Eerste 10 minuten zijn wel mooi zijn voor ons. En nog niet voorbij. Als we hier Hayak dan zien, oh, die gaat in de fout. Dame met zijn eerste redding. Haaiak met een grote fout. Heb al geel te pakken, doe je lekker in de eerste 10 minuten als centrale verdediger. Oh, Lasse Schöne met de corner. En ze koppelen hem op de paal en daarna wordt de schot nog een keer geblokt. Hohohohoho, oh. dame, dame met de bal klemvast. Wat een openingskwartiertje. Dit had al heel wat meer kunnen wezen dan een 0-0. ze dan met de, de doeltrap. We winnen de bal. Poelkrap. Frederiksen naar Dijks. Dom en Manhoef. Manhoef die ook uh, wou vertrekken. Ik had een mooi deeltje rond voor hem. Voor zo'n 10 miljoen. ja, ging niet door. Hij wou er niet heen. Want hij wou Europees voetbal spelen. Nou, daar kan hij bij ons Frederiksen dan. Oh, bijna. Maar dat buitenspel geweest. Vlag gaat omhoog. Dus ja, Manhoef ging er niet vandoor voor 10 miljoen. Had ik het erg gevonden? Ja, natuurlijk. Manu is echt een hele goede speler. Ja, met 10 miljoen had ik een hoop kunnen doen. Buitenk met de vrije trap. Vindt helaas niemand. Buitenk niet met de onderschepping nog. Nu wel. Geen overtreding, zegt hij. Zegt de scheids. Hij had al gele. Zou er wat zijn? Zou er wat zijn? Arsens dan. Met een mooi balletje vindt Frederiksen. Frederiksen kan hij dan schieten. Penalty. Wordt het een penalty? De scheidsrechter gaat kijken, jongens. Warm momentje. I oh, ik weet het niet hoor. Hij had ook de bal kunnen spelen. Hij had ook de, het zacht ernaar uit. Maar ik weet het niet. Controle van de penalty. Daar komt de scheids. Ik ga, draai, kijk ernaar, draait om. En wat zegt de scheids? Penalty! Kijk eens aan. Wie neemt hem? De nummer 9. Ik weet de rugnummers niet, maar we gaan het zo zien. Poel krap met zijn eerste voor ons. Ja, hij schiet er binnen. Lekker jongen. 1-0 tegen NEC. Twintigste minuut. Kijk, zo maak je kennis met je thuisfans, hè? Doet even een dansje. Ja, kijk eens aan. 1-0. Come on boys. Oeh, Hij zat er wel lekker in, hoor. Zo schiet je een penalty binnen. Type kansloos. Hè? Ja, het is Silis. Die, ja, die vangt volgens mij nooit geen penalty. Ja. We staan goed te voetballen hoor. Maar we zijn er nog niet. We zijn er nog niet. Ik wil gewoon de eredivisie zien, alstublieft. Dankjewel. We gaan zo. Oh, vrije trap. Ik wou ze net gaan prijzen als het gaat regenen, Gimbo. Naar Dijks. Manhoef, manhoef, draait mooi weg. Kan nog niks verder, kan, kan mooi wegdraaien. Om Johnny. Oh, Dijks loopt door. Met de voorzet. Buiting. Oh, die krijgt de, de bal vol tegen zijn hoofd aangeschoten. Oh, dat was echt, dat was echt bijna, bijna raak op deze manier. Buiting met de vrije trap. Vindt Poelkrab met zijn tweede. Nee, gaat op de, op de lat. Meer eisen, jongens. Nee, niet meer eisen. Prijzen. Althans, heb ik hopelijk wel gedaan, hè. Prijs die jongens. Dus dan hartstikke goed de voetballer. Hayek is wel een beetje aangeslagen. Ja, we, hebben, we, hebben een aardig, we hebben een bredere en een betere selectie dan vorig jaar. Vind ik zelf persoonlijk op papier. Daar ben ik wel heel blij mee. En we voetballen weer. Dat is ook altijd fijn. Die zomerstop duurt altijd heel erg lang. Buiten kan die de bal naar binnen vinden. Dat kan hij. Poelkrap vindt Arsus, Arsus de 16 in. En die poft hem toch even hoog over. Ja. Die, die, die zomerstop duurt altijd veel te lang. En dan is het anticiperen naar de eerste seizoenswedstrijd weer. Maar we staan fantastisch te voetballen. Buiting met de voorzet. Poelkracht met de kopbal en die gaat weer over. Ja, een beetje lastig koppen als je weg moet lopen van de goal. En hem die kant op moet koppen, kan je er ook geen kracht achter zetten. Tenminste, met heel erg veel moeite. Vijf minuten te gaan nog. Buiting dan is sneller. Wint ook de bal. En nu. Calvin, nou, die kan uh, opkomen stormen met een hele hoge poeien naar voren. Haya, komt weg, Dijks, Joni dan, wint hij de bal, ja, manhoef. Daar gaat Frederiksen en uh, die schiet uh, tegen de verdediger aan, wint de corner, maar oh man, we zitten erop hè. Hey. De corner was dan heel spannend, Wat krijgen we hier weer een vrije trap. Kijk eens aan. Lijn ze maar op. Buit ik met de vrije trap. Wat kan hij ermee? Hij gaat in één keer. En weer via de verdediger over. Weer een hoekschop, man. De mogelijkheden en de kansen. Oh, die 2-0, hij hangt al in de lucht hoor. Zou toch lekker wezen zo vlak verrust. Even de 2-0 binnen schieten. En dan ga je er gaat om met een heel mooi gevoel de rust in. Arkanjo met de corner. Vindt niemand. En helaas, dat was ook het einde hoogtepunt. Oh, onze XG is echt gigantisch hoog. 2,32 en we staan dus 1-0 voor. Zijn, dan kan je zeggen, we hebben recht op meer. Arsens helemaal vrij. Vindt het hoofd van Manhoef? Nee, poelkrap met de kopbal. Oh, de keeper met moeite hoor. Sillen, ze had er moeite mee. Dijk staan. Echt jongens, dit, dit had al 3-4-0 kunnen wezen als je het zo bekijkt. Hè? Ja. Krijgen nog een hoekschop. Arkanjo met de corner. Kan man. Neem je tijd. Welkom voor. Frederiksen. Die oh, alle tijd, alle ruimte en hij kopt hem over. Keeper was niet in de buurt zeg. Oh. Maar we gaan de rust in en het staat 1-0. En we hebben echt een fantastische eerste helft neergezet. Oh. Uitmuntend. Ja, meer kan ik er ook niet van maken. Je moet wel even een oogje in het zeil houden. Op Hayek. Ja, dat is wel belangrijk. Van Bommel met een poeieren naar voren. Beetje miscommunicatie tussen de verdediger en de keeper, maar we komen ermee weg. We komen er weg. Al staat Hayek wel goed te voetballen, dus als we hem wisselen zal hij niet heel blij worden. Maar ja, we hebben dus de Conference League hierna en één dag rust en dan Feyenoord uit. Lekker makkelijk, maar dat is voor een volgende keer. Dat is niet voor deze aflevering. Uh, nou, ik wil wel iets meer ijs, jongens. Come on. Want je weet hoe dit gaat als het zo blijft. Ze gaan alweer wisselen bij, uh, bij NEC. Wij kunnen dat ook wel doen. Ik wil Hayek er wel afhalen. En dan laten we Tom Gaal spelen. Vaste waarde, soort van vorig jaar ook natuurlijk. Wie staat er niet goed te ballen? Arsens staat daar niet goed te spelen, maar ja, al zijn vervangers zijn allemaal geblesseerd. Dus dat is een beetje lastig. Dat is een beetje lastig. Manhoef. Daar kunnen we al Sinani weer in de plaats zetten. Kijk eens aan. Eigenlijk moeten we even die 2-0, die beslissen dan binnenschieten. Arsens met de voorzet. Vindt niemand. Daar komt Gaal. Draait op het moment weg. Vindt Arkancho. Gimba. Alle verdedigers allemaal hier op een rijtje. Dat zag je aankomen dat het fout ging. Maar Gimba staat gelukkig nog wel op te letten. Ach jongens, waarom maak je iets zo spannend? Dijks. Komt dan een voorzet aan? Jazeker. Poelkrab. Oh, die kopt hem over. Poelkrab. Oh. Dijks met een fantastische voorzet daar. Oh jongens toch, we kunnen ze nog niks vertellen. 20 minuten nog te gaan. Wisselen, wisselen, wisselen. Uh, Dom Joni eraf. Voor Bruniet stand erin. En dan hebben we nog Dykes. Voor James Husband. Ervaring achterin zetten. We krijgen een hoogtepunt. Don Joni. naar Dijks. Arsus met een hoop vrijheid. Wat doet hij daarmee? Nou, dit! Hij <laughs> schiet hem binnen. Come on, Arsus. Come on. 2-0. Mm. Kijk, en dit moet toch wel de beslissing wezen? NEC komt er eigenlijk nog niet aan te pas. Het is meer dan verdiend, dit. Dijks. Met de bal helemaal zo naar de andere kant. Vindt Arsis. Arsens wordt niet belaagd. Ziet de ruimte en schiet hem gewoon het plafond van de goal. Jazeker gaan we al die tactische dingen nog doorvoeren. Oh, zo, daar krijg je warm van. Schöne met de vrije trap. Over alles niet erin heen. Sinani. Naar Woten. Valk. Wordt dan wel belaagd. Calvin dan. Corner NEC. We hoeven het niet meer spannend te maken hoor, jongens. Ik ben blij met een 2-0. Geef me gewoon 2-0 en dan ben ik helemaal gelukkig. Schöne. Vangbal van dame. En we gaan verder. Hè. Nog 10 minuten te gaan. Kan ze eigenlijk niet anders dan prijzen. Maar ja, dan krijgen we nou weer een hoogtepunt. Je moet niet hebben dat, uh, dat je opstaat en zegt... ...jongens, hoe gedaan als NEC net een, 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 ja, een doelpunt maakt. Van Roy, Ik vind het schoon. Van Roy dat is een goede bal op Marques. En een hele, hele goede renning van Dame. Oh. Oh, heerlijk, man. Goede keeper op doel tot nu toe. Goede keeper op doel. Tien minuten nog te gaan in de openingwedstrijd van de Eredivisie... ...van het tweede seizoen hier met Vitesse. Het is echt zo Falk, ik nee, Faik die miskoopt. En dan Frederiksen dan in de counter. Vindt buiting op het middenveld. Einde hoogtepunt. Oké, okay. we gaan ze prijzen. De hele ploeg. En we gaan nog één wisseltje doorvoeren. Wie willen we hun zijn debuut laten geven? Frederiksen gaan we dan eraf halen. Iets, kan ook nog wat speelminuutjes. Samen daarvoor in. Schöne met de vrije trap. Oh, die krult hier wel mooi weg hoor. Maar de keeper zat in de buurt. De keeper zat in de buurt. Gaal was een beetje geblesseerd, zag ik. Dat is nooit best. Komt er wel weer bovenop. Ze hebben nog iets meer dan een minuut officiële speeltijd. Horemans. Ja. Horemans. NEC heeft geen haast meer. Oké, okay, ja, ik vind het best hoor als jullie geen haast meer hebben, ik heb het ook niet. Uh, dame dan met de bal. Vindt Buiting gelukkig. Je dacht. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Arcanjo. Nagaal. Gimbo. Jongens, alle vrijheid, alle ruimte. Haspund. Komt ook opstomen. Ja, dat is een mooie bal. Vindt Sinani. Poelkrap net niet bereikt. Oh, dat is zonde. Husband. Poging 2. Burnie stand vanaf randje 16. Oh. Volgens mij zit Poelkrap daar nog aan en gaat de bal achter. Oh, die blokte het schot. Oh, vijf minuten extra tijd. Veel wissels. Wat blessures. Arsens met de vrije trap. Schöne. Fike, Burning stand met de bal. Poelkrap. Met een geplaatst schot. Oh, en dan moet Sillis toch helemaal het hoekje induiken. Dat was nog een mooi schot hoor. Nog een mooi schot. Burnie staat met de corner. Ik hoop wel dat Burnie's een iets beter seizoen gaat hebben dan vorig jaar. Maar ja, we hebben een hoop concurrentie nu. Dus misschien moet hij nou wel. Arcangio, een van zijn grootste concurrenten. Gaal. Gaal met het schot. En zullen ze met de redding. Oh, Maar wat een openingswedstrijd zeg. Wat een openingswedstrijd. 10 seconden nog. Vrije trap voor NEC. Dan zal het nu toch wel gedaan zijn en winnen we de, de wedstrijd van het jaar, de thuiswedstrijd van het jaar, de eerste van het seizoen tegen NEC met 2-0. Ja, ik vind het fantastisch. Einde wedstrijd jongens. Oh. Zo begin je de eerste competitiewedstrijd. We waren dominant, we waren goed de verdediging stond als een huis. Middenveld was super. De aanval ook alleen, we hadden er gewoon iets meer in moeten prikken. We hadden er iets meer in moeten prikken, maar oh wat een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Een zegen en een goede prestatie, inderdaad. Ha. ha, voelt het goed om je rivalen vandaag te verslaan? Dat voelt altijd goed. Arsen scoort inderdaad niet vaak, maar als hij het doet, oh heerlijk, jongens, maak een foto, vitesse bovenaan. Ja, ja, helemaal geweldig, helemaal fantastisch. Dus dit was de openingswedstrijd. Oh boy, we komen terug voor de twee wedstrijden tegen Brentford de thuiswedstrijd en dan naar de uitwedstrijd Feyenoord hier, die skippen we. Maar dat hebben we in de volgende aflevering om te kijken vanuit de poolfase mogen van de Conference League. Mensen, dank jullie wel voor het kijken. Dit was een fantastisch mooie start van ons tweede seizoen hier bij Vitesse. Mensen tot een volgende keer bij Ruben. Doei doei.